Nou, het aggregaat, dat moet eigenlijk ook mee. En dan willen we onder de auto hier zo. Ik ga het even laten zien. Dat hij daaronder zit. Want als je hem in de auto doet, stinkt dat zo. Die benzinelucht. Dus dan willen we eronder doen. Nou, dan hebben we hier gaten geboord. Voor een gaat in de vloer. Hier zo. Dan moet er nog een grof gaan komen om te kunnen tanken. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben met die wind. En de draden die zijn er op lengte nou. Dus dan moeten we eerst even zien dat we deze omhoog krijgen. Nou, een beetje balanceren, je moet eens kijken. Maar ik heb hem nou op een krik. Ga ik hem omhoog doen. Even zien. Dat is niet af zo, dan moet het. Zo goed. Ik heb ook niemand die even helpt, hè? Ja, die heeft de handen vol. Verkeerde inschatting. Dit moet nog even hard bij onder. Nou, dan gaat hij weer. Ik ga nog gewoon een keer die achterkant aan. Een beetje stabiel. Ja. Oh, ga omhoog. Was dat de bedoeling? Nou. Even een paar gaatjes boren. Mooie bodem, mooi stevig. Ik doe toch nog een moer erbij bovenop straks, voor zekerheid. Iemand aan de onderkant te frunnen. Dat is onze zoon Dennis, die wil niet in beeld. Maar die helpt wel eventjes mee. Mooi, hè? Zo. Nou, naar de onderkant. Spannend. Ja.
voor zekerheid. Even een moe extra erbovenop. Niet dan. Nou, wou deze op hebben. Dan moet dan niet los zijn terug natuurlijk. Hè. Dan moet ik zo nog even een gat hier boren. Waar we kunnen tanken. Want er is te weinig ruimte natuurlijk om de tank vol te gooien vanuit de onderkant. Dus ik hoop hier een gaatje. Dat gaan we zo even doen. Het volgende. Dan hoop ik dat ik het goed heb uitgemeten. Uit deze bouw, dat is 18 centimeter daarheen. En in deze naad, hier, precies hieronder, zit de dop. Om de benzinedop om, tank, om zeg maar, het tankje weer vol te gooien. Ik wil eerst een rondgaatje. En dan van de onderkant dat ding losdraaien. Maar onze zoon die had een beter idee. Die zegt, maak het iets groter paar. Dan kun je van hieruit mooi de dop eruit, eraf draaien. En bijvoegen. Buurman rijdt weg. Nou, even gaatjes boren. Natuurlijk niet te diep, want er zit een tank om. Zo. Nou even een dikke perszaag erbij. Ideaal toch zo, hè? Kun je vullen? Ja, of geef je dat stinken, hè, met de benzine. Die ruikt er wel gelijk. Maar goed, nou ga ik even een plankje zoeken. Die schroef ik hierop. En dan kunnen we weer terug doen, ja, als we klaar zijn met tanken. Dan stinkt het hier niet zo. Hoe had ik hem nou zo, hè? Ja. Nou, ik ga even een plaatje opzoeken. Even kijken. Zo. Zit vast. ja, zo. En dan is hij afgedicht. En als je nou een beetje ventilatie wil, hebben we nog een mooie ventilatie gehad. Nou, tot dusver het project achtergaat. Maar ik wil nog even wat zeggen. Volgens mij heb ik al gezegd dat ik geen veiligheidsgordel voor in de cabine heb. Gisteren kwamen wij twee politieagenten tegen en die hebben we even aangehouden. We zeiden stop. Hoe zit dat nou als jullie ons zien rijden zonder gordel? Wat doen jullie dan? En toen keken ze ons zo raar aan. Zo, ik zei, nou hou je ons aan of niet? Ja, zegt ze. Die ene zei tenminste, ja, dan houden we jullie aan. Ja, maar je rijdt zonder gordel. Dat mag niet. En dus toen hebben zij dat eens even op moeten zoeken. Hebben ze gegoogeld hoe dat nou precies zat. En het blijkt dat, dit is ouders van 97. En het blijkt dat tot eind 97 hoef je in een vrachtauto geen gordel. Vanaf 1 januari 98 wel. Nou, wij gaan wel gordels kopen, maar dat vinden we wel net zo veilig. Maar op het moment hebben we ze niet. En ja, ik zou het lastig vinden als ze 3 keer per dag ons aanhouden omdat we geen gordel om hebben. Maar goed. Nou, dat was het voor vandaag. Tot morgen.